Sporting Charleroi dat de punten nodig heeft, start erg offensief. Eerste minuut een goede combinatie met Graham Arnold en Dante Brogno. Het schot van Brogno met rechts. De vuisten van Schippers brengen redding. Meteen daarna een lange bal van Jean-Jacques Missé-Missé naar Didier Frenet. Achterna gezeten door Chris Temmerman. Frenet recupereert de bal, legt terug tot bij Marco Casto. Het schot van Casto, maar naast. De Waalse Storm gaat dan even liggen en aanstrijgt. Gevaarlijke corner van Van Wanbeke. Lamberg tot in de voeten van Ankeren, maar dat schot gaat naast. Meteen daarna een vrij schop van Eendracht Taalst. Eddy Krentjevic naar Peter Van Wanbeke. Hard en net over. Charleroi verliest halfweg de eerste helft. Remo Mommes. Mommes bezeert zich nogal serieus bij deze sliding van Olivier Lamberg en wordt afgevoerd. Hij wordt vervangen door Atti Affo. Aalst wordt dan baas in de match. Van Wanbeke naar Krentjevic. Met bij zich Chedomir Janevski. De voorzet van Krentjevic en daar is voor het eerst Gilles De Bilde. Een kopslag, maar over. Even later alweer Peter Van Wanbeke. Hij bedient Edwin Van Ankeren. Van Ankeren met in de buurt Marco Casto, de voorzet. En Goulias is eruit voor de neus van Yves van der Hagen. Er wordt snel gespeeld en de kansen blijven komen. Vrijschop Fred van der Hoorn naar Gilles De Bilde. Voorbij Roch Gerard, Van Ankeren dan. Voorlangs en Krentjevic, die kan er net niet meer bij. Vijf minuten voor de rust toch nog eens de thuisploeg met Roch Gerard en Dante Brogno. Brogno voorbij Van Wanbeke, voorbij Van der Hoorn het schot. Maar de parade van Schippers, de ruststand is 0-0. De tweede helft begint erg spectaculair. Een vrijschop snel genomen van Eendracht Taalst. Van Ankeren naar Krentjevic, Goulias eruit. Meissen dan, een botsende bal af voor het Van der Leij, maar laat zich toch nog verrassen. Goulias alweer. Van der Hagen houdt de bal binnen en legt terug naar Van Ankeren. Weer van de lijn gekeerd. De bal wil er niet in. Het blijft ook nu nog 0-0. De partij gaat goed over en weer. Weer Eendracht Taalst met Van Ankeren. Gilles De Bilde voor Goulias, maar hij houdt zijn doel schoon. Maar dan wordt de thuisploeg gaandeweg baas in de wedstrijd. Een voorzet van Van Meer, de kopslag van Dante Brogno, maar naast. Aalst komt nauwelijks onder de thuisdruk uit. Een hoge voorzet van Boekran, Frenet kopt, maar alweer naast. Twee minuten later een identieke fase. Weer een hoge bal van Boekran, weer het hoofd van Frenet, maar nu pakt Schippers. Charleroi de ploeg die het minst scoorde in de competitie. 9 goals, het is niet veel op 11 speeldagen. En dan Eendracht Aalst nog eens, 25e minuut. Koen de Vleeschouwer ingevallen, bedient Yves van der Hagen. Het schot, maar alweer een redding van István Goulias. Nog ruim een kwartier, een vrijschop voor Sporting Charleroi. Brogno, Frenet ongedekt. Hij kopt alweer naast. Het was de laatste kans in een hele reeks. En zo bleven die Sporting Charleroi, Eendracht Aalst 0-0.